Hey, ben jij van de generatie Borg, Evert, Navratilova, McEnroe? Speel je ook graag tennis? En wil je graag lang blijven tennissen? Ik speel 25 jaar tennis. Het is zo'n mooie sport. Ik zou het nog levenslang willen spelen. Met Play for Life geven we je de juiste tips om gezond actief te blijven. Naarmate we ouder worden, voel je dat een goede warming-up en een goede cool-down belangrijk wordt om blessures te vermijden. Ik help je graag op weg. Voor we beginnen te tennissen, is het belangrijk om even goed op te warmen. Hierin zijn vier onderdelen. De gewrichten losmaken, de spieren activeren, de hartslag doen stijgen en tenslotte de focus op de bal. Enkels, knieën, heupen, schouders en de polsen, het zijn scharnieren die veel impact moeten opvangen. Maak ze los met rustige draaibewegingen. Als je dit alleen moet doen, dan voelt dat wat onwennig. Maar als je dat afspreekt met je tennispartner, dan is dat best oké. Het zijn eigenlijk super simpele oefeningen. Je kent ze waarschijnlijk nog uit de turnlessen van vroeger. En je kan ze op verschillende tempos uitvoeren. Voor dit gedeelte zijn er eindeloos veel variaties en oefeningen. Je kan zelf creatief omspringen met tennisbal en raket. Soms is het wat knoeien met de coördinatie, maar het maakt eigenlijk allemaal niks uit, zolang het maar plezant blijft. Even belangrijk als een goede opwarming is een goede cooldown. Laat die hartslag terug rustig naar beneden gaan en die spieren ontspannen. In tennis gebruik je zowel je bovenlichaam als je onderlichaam, dus geef aandacht aan beide. We gaan elke oefening 2 keer 20 seconden aanhouden. Je mag het voelen rekken, maar pijn voelen mag niet. En we gaan zowel de linkerkant als de rechterkant stretchen. Bij opwarming en cooldown denkt men dat men veel tennistijd verliest. Maar het is niets te vergelijken met de tijd die we gaan verliezen bij een kwetsuur.